Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe weekendvlog. Het is vrijdag. Ja. Jules gaat even pad. Het is vrijdag, ik kom net terug van mijn werk. En ik heb weekend. Jee. Mijn broertje komt zo meteen eten. Svenny heeft al boodschap gedaan. Oma is er nu, want die was even met Niels. En Niels komt even voorbij. Dag. En ja, het is lekker weekend. We hebben weinig plannen. Ik wil morgen even met mama lekker de stad in. Ik ga misschien nog even met een vriendinnetje een drankje doen. Heb ik nog meer dingen? Nee, niet zoveel eigenlijk. Dus een rustig weekendje. Nou, vorige weekend waren we ziek. Dus ik ben ook blij dat we nu weer eventjes niet ziek zijn. Dus daar gaan we vooral van genieten. Ja, weten het nog niet. Maar we gaan het zien. Ik neem jullie weer mee. Dit is mijn outfit van vandaag. Super simpel. Ik heb een trui aan van... Ik weet echt niet waar van die is. Stradivarius, denk ik. En broek is ook van Stradivarius. En ik had er net nog laarsje bij aan. Het is altijd casual Friday, hè? Dus ja. Nog eentje. Wat heb je daar? Melk. Dikkie dik. Gek op. Maar zo, het Mexicaans is klaar. Mom. Ja, de bos eet ook nog even mee. Zo, mijn broertje is inmiddels weer naar huis. En het is nu al einde van de avond. En ik zit er lekker op de bank een beetje te klooien. Boekje te lezen, tv te kijken, dat soort dingen. We kwamen net tot de conclusie dat we zondag nog een verjaardag hebben, waar we even vergeten. Dus gaan we nog heen. En verder eigenlijk, ja, mijn broertje was gezellig, maar die was er niet zo lang hoor. Die komt dan gewoon eventjes uit zijn werk, komt even langs. En nou ja, eventjes met Niels en zo, want ja, dat is ook wel leuk als hij die af en toe ziet. En dan eet hij bij ons en dan gaat hij weer naar huis. Dus dat was prima, was gezellig. En ik ben best wel gaar, moet ik zeggen, van de hele week. Het was een drukke week op het werk. En ja, ik ga gewoon lekker zo naar bed. En als ik zo lijkt alsof ik een mega groot hoofd heb in vergelijking met jou. Dat doe ik andersom. What the fuck? Ja, ik zie jullie morgen weer. Slaap lekker. Zo, kattenbak schoongemaakt. Zo nog even een stofzuiger. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn wakker. Ja, Niels zit al lekker te ontbijten. Boterham nummer 2. Met jam. Net al eentje met ham. Nee, die Frits. Lekker, hè? Niels heeft wel een beetje de fase dat hij zegt, korstjes, nee. Nee, ik heb geen kiezen, geen zin in. Maar goed, ik heb die fase zelf ook gehad, dus ik weet dat het ooit goed komt. Ja, en hij eet 3, soms wel 4 boterhammen nu 's ochtends. Echt niet normaal, ik weet niet waar hij het laat. Lekker geslapen vannacht. Ik ga zo eventjes stofzuigen en dan natuurlijk naar de Zumba. En vanmiddag heeft mijn mama shoppen. Dus dat is gezellig. Vroeger deden mijn moeder en ik gingen ongeveer wekelijks naar de stad. Niet dat we nou per se elke week wat kochten, maar gewoon lekker even samen lunchen en nou, een beetje door de stad lopen. Maar goed, tegenwoordig is dat natuurlijk iets anders. Maar we vonden het nu alweer eens tijd. En morgen hebben we dus een verjaardag in Zwolle. Het is een beetje een zooitje. Moet even een beetje opruimen. Ja, ik weet niet zo goed. Echt vreselijk. Ik heb een af, zeg maar hier, maar dan zeg maar natuurlijk aan de binnenkant. Zeg maar op mijn. Op het tandvlees van mijn hoektand. Het is echt zo'n irritante plek. Maar dat geheel terzijde. Ja, zit lekker. Oh man. Gaat erin als een zoekbroodje. Het is eigenlijk ook een zoekbroodje. Niels zegt mega vrolijk. En ik zit weer in mijn wafelolderbadjas. Want dat mag op de zaterdagochtend.
eten met mama. En dat was heel gemakkelijk om aan te vloggen. Maar dit is de plek waar ik mama vertelde dat ze oma ging worden. Alleen toen heet het nog anders. Het heet nu alles lunchroom. Geen idee. Maar het is met lactosevrij en zo. Dus ze hebben een heel leuk lampje. Kijk. Het is een fles en het verandert nog steeds van kleur. Zo wilt ja, kijk. Nou, we beginnen met een broodje met hummus en groenten. Hoppa! En nu hebben we nog lactosevrije, suikervrije, glutenvrije taartjes. Ik ben heel benieuwd. Mama heeft ook. En ik heb dan nog thee erbij en mama koffie. En dan... Nou, passen. Een soort overslagtrui. Ziet er wel heel relaxed. Eigenlijk de roze, ik weet niet of je het helemaal kan zien. Ja. Bij de Hennis. Even een mini shopblogje. Twee carnavalspakjes voor Niels. Moet even kiezen welke het gaat worden. Dus ze zitten nog gewoon in de verpakking. Dit is een haai. Dan zit hier een haaienhoofd. En dan loopt het zo. En dan kan hij, het beentje zit hier natuurlijk niet in. Hè, dat hij, nou, je snapt. En dan deze. Dat vond ik ook wel heel leuk. Dit is een draakje van dinosaurus, heet het ook. Dinosaurus. En dan heeft hij zo'n op zijn hoofd van die, zo heet die dingen, stekels. En dan een staartje. Dan was het bij de Hema, was het bij de Hemaakte tweede gratis. Dus ik heb deze trui, super duper. En deze, die heeft hij al, maar dan in een kleiner maatje. En die vind ik zo leuk, met vosjes erop, dat ik dacht, nou, hoppatee. Nou, deze trui zag je me in het pashokje al aan hebben. Oh. Nou zeg, hij viel ook zo lekker liggen. Ik kreeg hem trouwens met korting, omdat ik member ben. Geen idee. Nou, zo lijkt hij heel diep. Deze. En als laatste. Hoe ga ik dit nou laten zien? Het is ook, zou ik in mijn eigen, je ziet ook mijn schaduw. Dat is echt super praktisch. Maar goed. Dit is een groen jurkje. En die valt wat langer en wat losser. En vond ik vooral mooi voor naar mijn werk. Er komt niet echt over zo. Maar zie je vast wel een keer aan in een vlog. En dat was het. Ze is ondertussen aan het koken. Ik denk, wat hoor ik? Niels zegt even te slapen. Maar ik denk dat ik hem wel zo wakker moet gaan maken. Want anders slaapt hij te lang. Maar hij was echt heel moe. Dus dacht toch maar even. Normaal slaapt hij ook langer tussen de middag. Maar hij wilde eigenlijk niet eten voordat hij ging slapen. Maar dan weet je al dat hij dan, als hij wakker wordt. Of dat hij dan wakker wordt van de honger. Dus dat is een beetje lastig. Het was heel gezellig om eerst met mama in de stad te zijn. Dat is echt alweer een eeuwigheid geleden. Ik kwam tot de conclusie dat we een floormar hadden. En dat hij alweer weg was. Heb ik even gemist. En nu zit ik gewoon lekker in mijn joggingbroek. Ja, ik doe dit gewoon altijd thuis aan. Dat deed ik al. Maar nu doe ik het nog sneller. Ook omdat met Niels is het gewoon, ja, weet je. Als je op de grond zit en zo. Dat vind ik allemaal super irritant in een spijkerbroek en zo. Dat, nee, daar word ik niet blij van. Vanavond, wie is de mol? Yes. En we eten van, wat aten we nou? Bami? Saté. Bami met gebakken eitje en kipspiesjes, saté, zure dingen, ik weet het niet. Allemaal één groot feest. En Sven heeft dan nog even een stukje gefietst, gerace-fietst. En het wordt alweer donker, maar het wordt wel later donker. Dat vind ik echt heel fijn, want het is nu 5:30 of zo. En het is ook weer eerder licht en dan word ik echt mega blij. Dan denk ik, yes, good times are coming. Ja, dus nou ja, lekker even. Ik ga nu even een beetje het huis opruimen. Want het is echt een ontplofte bom hier. En daar kan ik heel slecht tegen. Daar zitten we. Het ziet er nooit heel florissant uit. Maar het smaakt altijd wel goed. En bij Sven is het nog mooi. Als je het een beetje kan zien in het donker. Maar... Eet smakelijk. Niels blijkt een kleine kroephoekverslaving te hebben. Die wil alleen maar kroephoek eten. Ja, zo kan het ook. Ik hou persoonlijk niet zo van kroephoek, maar Niels eet mijn portie gewoon lekker op.
En hij wil alweer meer. Ik heb nog. We gaan in bak met de hulp. Niels heeft er al zin in. En dat is het voor vanavond. Wij gaan gewoon lekker even in bad met Niels. En dan eventjes Niels in bed leggen. En dan Mies de Mol kijken. Niels kan dan ook niet meer wachten. Hij wil dan nu het bad in. Mies de Mol kijken en gewoon lekker niks meer doen. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Goedemorgen allemaal. Het is zondag en wij zijn wakker. Het is bijna 7:30. Dus we waren al wakker. Niels was om 7:00 wakker. Met een boekluider. Ik ga het weggooien. Dus ja, de dag gaat beginnen. Ik ga even een ontbijtje maken voor Niels. Zo, dan ligt even zo. Beter. Oh, definitief niet beter. Zo. Ik ga even een ontbijtje maken voor Niels. En ik ga even mijn HIIT workout doen. Ik weet niet of ik het al verteld had, maar het blijft in ieder geval dat mijn buikspieren toch niet bij elkaar zitten. Dus ik mag de sporten die ik deed niet meer doen. Dus dat is een beetje balen. Ook omdat ik bij verschillende dingen ben geweest. Dat ik bij de chirurg ben geweest en bekkenbodem en zo'n fysio en zo. En dat ze dat allemaal niet gezien hebben. Maar goed, het is wel zo. Daarom zie ik er continu zwaar uit. Dat zie je niet, want ik claim erop, maar het is wel irritant. Maar dat betekent dat ik heel veel dingen niet meer mag doen. En toen zei ik, ja, maar ik wil wel sporten en een beetje in shape blijven. Toen zei ze van, doe maar een HIIT workout. Dus ik heb nu een aangepaste HIIT workout, omdat ik dus mijn buikspieren niet meer gebruik. Maar het is echt mega zwaar. Dus het is een paar minuten, maar het is echt killing. Het is 8 minuten, geloof ik. Maar dat ga ik dus dan nu doen. Mag ik ook maar 2 keer in de week doen. Vind ik op zich niet erg. Dus dat doe ik altijd op zondag en op woensdag. En ik doe dan natuurlijk op zaterdag nog Zumba. Dus dat ga ik zo doen. Dus ik eet even iets kleins. Iets van een rijsttafeltje met iets van kip of zo, kipfilet. En dan ga ik dat doen. En ondertussen, Niels krijgt gewoon zijn broodje en zo. Maar ik wil het altijd dan maar, heb ik het maar gedaan. Dus het is maar uit de weg. Ontbijtje. Ik ben een filmpje aan het exporteren. Of tenminste, dat ga ik nu doen. Zo, hoppa. En ondertussen ben ik me aan het opmaken. En ik gebruik mijn mooie Dior oogschaduw. Niels heeft te slapen. Sven is gaan racefietsen. Dus ik dacht, ik ga nu eventjes een filmpje bewerken. En ondertussen me opmaken. Want soms moet je even wachten tot er iets geladen is en zo. Dus, ik ben nog niet klaar. Als je ziet met mijn make-up. Ja, dan ga ik daarna, als Niels wakker wordt, even fruithapje doen. En dan misschien even naar buiten. Ik zie dat het wel een beetje zonnig is. Dus even naar buiten. Ik ben weer bananenbrood aan het maken. En ik doe er kokosras bij. Dat vind ik altijd wel lekker. Een beetje. Hoppatee. De oven is opgewarmd. Nou, dit er nog even doorheen mengen. En dan ga ik het hierin doen. En dan kan het de oven in. Ik heb nog steeds ook mijn haar niet gedaan. Inmiddels wel wat aan. Maar ik ga straks voor het feestje ook wat anders aan doen. En Niels heeft met de pannen aan het spelen. Sven is inmiddels trouwens terug. Maar die is even aan het douchen. En het bananenbrood is weer klaar. Het regent. En Niels ligt te slapen. En wij zijn onderweg. Het duurt denk ik nog een kwartiertje of zo. Niels kon helaas niet meteen slapen. Want hij bleek weer honger te hebben. Oude vreetmachine. Dus dat is jammer. We hoopten dat hij de hele rit zou slapen, maar goed, hij slaapt nu een uurtje of zo, dus dan heeft hij een 30 minuten geslapen. Ik hoop dat dat genoeg is voor nu. En dit is wat ik aan heb, een grijs jurkje, niet zo spannend. En Sven dacht dat vanavond Homeland weer zou beginnen, dus ik ga even kijken of dat zo is in mijn telefoon. Ja, ik denk dat het woehoe, het gaat weer beginnen. Oh, dat vind ik al zo spannend. Wow. Nou, ik ga het even lezen. Doe goed, Sven. Zo, wij zitten weer in de auto terug. Niels ligt te slapen. Ik heb een rode wangen gezien. Het was heel gezellig. We begonnen, het waren we eigenlijk nog met z'n tweeën bij hen. Of met z'n drieën eigenlijk. Dus het was wel heel relaxed. En daarna werd het steeds drukker. Dat was heel gezellig. En nu naar huis.
eten, Niels naar bed en dan gaan we lekker niks doen. Ik moet nog wel even wat aan de site doen trouwens, dat moet ik bedenken. En dan is het weekend alweer voorbij. Het gaat altijd zo snel. Ik ben gewoon nog niet gewend dat ik op vrijdag moet werken. En sinds ik op vrijdag moet werken, zijn mijn weekenden gewoon, kan ik niet aan. Het is gewoon te kort. Niels ligt lekker op bed. Ik heb mijn make-up eraf gehaald, zoals je kunt zien. En onze pizza zit in de oven. En ik heb nog even twee boekjes gekocht bij Kruidvat. Ik ga ze even laten zien. Deze, Woezel en Pip, Blij en Boos. En dat is gewoon zo'n kartonnen boekje. Dat vindt hij altijd wel leuk om zelf erheen te bladeren. En deze vond ik heel schattig. Ik wil mijn mama. Een muisje in een drakenpakje. Ik vond hem echt super cute. Laat zien. Kijk nou toch. Is toch leuk. Bij oma. Nou, ik vond het helemaal poepig. Dus deze twee. Oh, en hij is trouwens, deze is van de Beep. Maar hier is je echt helemaal gek op. Dit is Dickie Dick. En die heeft dan ook allemaal van die vakjes. Nou, dit vind ik dus echt helemaal fantastisch. Dus, nou, vol meteen. En dat was het denk ik alweer voor vanavond. Ik ga nog even wat aan de site doen. En vanavond gewoon lekker bank hangen. En niks. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik heb gevoeld dat ik de helft van de tijd altijd make-uploos ben. Maar goed, so be it. Dat klopt ook wel. En ik film natuurlijk niet zo graag op straat of zo. Ik ben natuurlijk wel vaak ook buiten en zo. Maar dat, of in een kroegje of zo. Maar dan, ja, dat vind ik altijd heel ongemakkelijk om te filmen. Dus, nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!